Dames en heren, jullie weten wat voor tijd het is. Het is tijd voor Klaas Schaak. Klaas Schaak, het is storytime. Klaas Schaak, het is storytime. Klaas Schaak. Klaas Schaak, het is storytime. Klaas Schaak, het is storytime. Klaas Schaak. Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Klaas Schaak. Waarin ik een verhaal vertel of een sprookje op mijn manier. En dit keer gaat het verhaal over de stadsmuzikanten. Er was eens een man die een ezel had. Die al jarenlang sakka's naar de molen had gedragen, maar zijn krachten begonnen nu af te nemen. En hij kon de sakka's niet meer dragen. Toen dacht zijn meester erover om hem naar weg te doen. Maar de ezel kreeg het in de gaten en dacht, ik ga los op mijn neef en smeerde hem naar Bremen. De ezel dacht dat hij daar wel een stadsmuzikant kon worden. Toen hij een poosje gelopen had, trof hij op de weg een jachthond aan. Die lag daar te hijgen alsof iemand die moe was van het hardlopen. Wat lig je daar zo te hijgen? Vroeg de ezel. Ach, zei de hond, omdat ik oud ben en met de dag zwakker word en ook op jacht niet meer goed meer mee kon, heeft mijn meester mij het derde willen slaan. En ben ik hem maar gesmeerd. Maar goed, hoe moet ik nu mijn cash verdienen? Beetje vet, sprak de ezel. Ik ga richting Bremen om daar stadsmuzikant te worden. Ga mee en kom ook bij de muziek. Ik speel op de fluit en jij slaat op de planken. De hond vond het best en zij trokken verder. Het duurde niet lang of ze zagen een kat langs de weg zitten die een gezicht trok als 3 dagen slecht weer. Wat zit jou dwars, man, ouwe snorrenpoetser? Sprak de ezel. Ja, omdat ik een jaartje ouder word, mijn tanden worden stomp. Omdat ik een jaartje ouder word, mijn tanden stomp worden en ik liever achter de kachel zit te spinnen dan op muizenjacht ga, heeft mijn meesteres mij willen verdrinken. Gelukkig kon ik vluchten en loezo gaan. Maar ja, wat nu? Waar moet ik heen? Ga met ons mee naar Bremen. Wij gaan daar stadsmuzikant worden. De kat vond dat wel een goed idee en ging mee. Daarop kwamen de 3 voortvluchtigen langs een hofstede en daar zat op het hek de hofhaan te kraaien alsof zijn leven ervan afhing. Ze beesten willen kippensoep van me maken. Lekkere zoutensoep van me maken, mijn kop eraf. Nu kraai ik het volle borst zolang het nog kan. Ach, kom, roodkop, zei de ezel. Ga met ons mee. Wij gaan naar Bremen. Iets beters dan de dood kun je overal wel vinden. Je hebt een goede stem en als wij samen muziek maken, dan zul je eens wat horen. De haan vond dit een goed voorstel en met zij vieren trokken zij verder. Zij konden echter de stad Bremen niet in 1 dag bereiken en kwamen s'avonds in een bos waar ze de nacht wilden doorbrengen. Tot ze verderop licht zagen branden en zo begaven zij zich op de weg in de richting van het licht. En zagen het al gauw helderder schijnen en groter worden, tot ze bij een hel verlicht rovershuis kwamen. De ezel die het grootste was, ging naar het raam en keek naar binnen. Wat zie je, donkie? Vroeg de haan. Wat ik zie, antwoordde de ezel. Ik zie wat gedekte tafel met heerlijk eten en drannies en neerhouw. En er zitten rovers eromheen, die zich het goed laten smaken. Dat zou wel iets voor ons zijn, sprak de haan. Ja, ja. Ach, zaten wij er maar, zei de ezel. Toen bedachten de dieren dat ze samen moesten doen om de rovers eruit te jagen. De ezel moest met zijn voorpoten op het raamkozijn gaan staan. De hond op de rug van de ezel springen. De kat op de hond klimmen. En tenslotte vloog de haan bovenop op de kop van de kat. Toen dat gebeurd was, begonnen zij op een teken alle tegelijk hun muziek te maken. De ezel balkte, de hond blafte, de kat miauwde en de haan kraaide. Daarop stortten zij zich door het raam in de kamer in, zodat de ruiten rinkelden. De rovers vlogen bij het ontzettende geschreeuw overeind, dachten niet anders na of er kwam een spook naar binnen en vluchtten in doodsangst het bos in. Nu gingen de 4 makkers aan tafel zitten, namen de resten van de maaltijd en fraten alsof zij 4 weken zouden moeten vasten. Toen de 4 muzikanten klaar waren, doofden zij het licht en ze zochten allemaal een lekker plek uit om te slepen.
De ezel ging op de mesthoop liggen, de hond achter de deur, de kat bij de haard dicht bij de warme as en de haan ging op de balken zitten. Ze lieten een dikke assie rondgaan en gingen één voor één K.O. Nokkie schleppen. Toen het middernacht was geweest en de rovers vanuit de verte zagen dat er geen licht meer brandde in het huis en alles rustig scheen te zijn, sprak de hoofdman: "En nee, we hadden ons toch niet zo de schrik op het lijf moeten laten jagen, man?" En hij beval een van de rovers naar het huis te gaan en daar de zaak te gaan onderzoeken. Degene die erop uitgestuurd was, vond alles in rust. Hij liep de keuken in om het licht aan te maken en aangezien hij de vurige ogen van de kat voor gloeiende kolen aanzag, hield hij er een zwavelstokje bij, opdat het vlam zou vatten. Maar de kat liet niet met zijn spotten, een sprong in zijn gezicht en blies en krabde hem. De man schrok geweldig en wilde door de achterdeur naar buiten hollen. Maar de hond die daar lag, sprong op hem en beet hem in zijn benen. En toen hij over het erf langs de mesthoop rende, gaf de ezel hem nog wat een dikke trap in zijn nek met zijn achterpoot. De haan echter, die door al het gewaar klaar wakker was geworden, riep vanuit zijn balk naar beneden: "Kikkeleke!" Toen liep de rover zo hard hij maar kon terug naar zijn hoofdman en sprak: "Waar je was benevouw in die ossel zit, wat gekke heks die tegen mij blies en met haar lange vingers mijn gezicht openkrabde. En voor de deur staat een man met een mes die in mijn been heeft gestoken. En op het erf ligt een zwart monster die mij met een houten knuppel heeft kapot geknald. En bovenop op het dak zat nog iemand die zegt: breng die schering, heren." Toen heb ik maar gemaakt dat hij wegkwam. Vanaf dat ogenblik durfden de rovers de ossel niet meer in. De vier muzikanten beviel het echter zo goed dat zij niet meer uit wilden. En ze leefden nog tjalas en gelukkig in die ossel. Bedankt voor het kijken en sowieso bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren, te liken, te delen, te sharen. En heb jij ook zoiets van: hey Sjaak man, hey, deze verhaal moet je ook doen? Zet dat in de comments en dan ga ik het checken. En wie weet kies ik jouw verhaal uit. En dan gaan we lekker een aflevering maken van één van jullie verhalen. Dus dank jullie wel. Peace out. Eet aan. Tot de volgende keer.